Welkom allemaal op dit vijfjarige bestaansfeestje van Lifehacking. Mijn naam is Jerry Lubberts. Jullie zijn te gast vandaag bij het Hypershifters Lab. Dat is onze ruimte waar we trainingen geven vanuit Academy of Minds, maar ook vergaderingen faciliteren, brainstorms en dit soort dingen doen. Nou, wat is nu dit soort dingen doen? We hebben vandaag een klein event hier. Er zijn een aantal mensen hier in de zaal, maar om te zorgen dat we alle goede lifehacking tips ook kunnen delen met mensen buiten de zaal, zijn we ook de sprekers aan het live mindmappen. Dat is iets wat we ook vaak doen voor TEDx. We hebben net TEDx Amsterdam gedaan, TEDx Binnenhof. En dan gaan we de sprekers ook gewoon niet alleen dat zij de videostream voor zorgen, maar wij doen de live mindmap stream. Vandaag gaan we ook de videostream verzorgen. Dus we hebben Provide bij ons vandaag. En Allard en Michael die gaan zorgen met Melchior dat de beelden ook worden uitgezonden. Daarvoor hebben we wat cameraopstellingen. Melchior staat daar met de camera, die gaat filmen de spreker en de slides. En dan hebben we wat GoPro's die ook laten zien de jongens die aan het live mindmappen zijn. Allard zal ze nu dan even een switch maken, zodat de mensen buiten ook gewoon goed kunnen zien wat we hier aan het doen zijn. De hele dag door kunnen ook mensen gewoon binnenlopen. Dus dat is het programma vandaag. Nou, de sprekers gaat Frank zo meteen op in, dus ik wens jullie heel veel plezier, goede tips en vergeet niet hashtag MyLHIdea. Word je geïnspireerd? Heb je zelf ideeën? Even tweeten en dan gaan we dat ook opvangen in de mindmap. Veel plezier. Frank? Welkom allemaal bij World of Minds en bij het vijfjarig feestje van Lifehacking, lifehacking.nl. Mijn naam is Frank Meeuwsen, medeoprichter van Lifehacking. Weten jullie wat dit is? Ja, dat links dat is een fruitvliegje. En dat is bijna een soort van symbool voor Lifehacking geworden. Hoe je fruitvliegjes kunt vangen. En dat kan dan met de foto die je daar rechts ziet, met zo'n glas met azijn erin. Of balsamico azijn. En daar doe je zo'n papiertje in en die vliegjes die vliegen daarin en die vallen in azijn en die worden dronken en die kunnen er niet meer uit. Want fruitvliegjes zijn eigenlijk ook maar domme beesten. En dat was een soort van instant hit. Dat werd meteen over, nou ja goed, geretweet nog niet echt, want het was 2007, maar De afgelopen jaren wel heel veel, wordt nog steeds heel veel gedeeld. En het is wel grappig, want ik kan eigenlijk aan de statistieken van Google Analytics zien wanneer het lekker weer wordt. Want dan komt deze post weer naar boven. Ik ben Niels van Strategisch Lui. Ik heb namelijk met Strategisch Lui een beetje een missie. Ik heb namelijk besloten van, goh, laten we ambitieus zijn. We gaan zeggen van alle zelfstandige professionals. Dat zijn een beetje de ZZP'ers, het volk wat bij C-Suite komt, dat soort mensen. Die wil ik leren hoe ze een business kunnen bouwen van minstens een ton, want je moet er wel van kunnen leven, met ook nog eens 90% vrije tijd. Ik ben Ellen de Lange Ros van Faction, dat is mijn bedrijf. Ik blog als De Glazenwasser op mijn eigen blog. En dat heet De Glazenwasser omdat ik bedrijven help aan helder zicht naar buiten. Helder zicht op je klant, wat je klant wil en ook helder zicht op je groei, hoe je als bedrijf sneller kunt groeien. Iemand op reageren? Anders gaan we nu de pauze in, de lunchpauze in. Oké, nou we hebben het opgeschreven, dus als je een nieuwe idee krijgt, je kunt ook even gewoon naar Alex toe lopen en dan gaan we het gelijk in de mindmap zetten. En dan zie ik jullie zo naar de pauze weer terug. Dank jullie wel. Goedemiddag, ik ben Martin UB. Ik ben getrouwd en vader van twee kinderen. En verder ben ik uitgever. Goed, ik ben de oprichter en eigenaar van uitgeverij Digitalis. Maar in tegenstelling tot de meeste reguliere uitgevers vind ik dat de auteur degene is waar je vanuit moet gaan. En niet de uitgever. Richard, ja. Jij mailde mij. Ik wil ook een verhaal vertellen, want jij hebt een nieuwe... Nou ja, je hebt iets nieuws. Dat doen we wel vaker. Alleen deze is de duurste app. Ja, maar ik heb je heel even nodig. Oh ja, sorry. Ja. Mijn naam is Richard. Dag allemaal. Scherm komt eraan.
Ik had een hele mooie presentatie voorbereid. Ik sta hier vandaag, ik ben eigenaar van Email Handyman. Wij doen workshops in Getting Things Done Light. Dus eigenlijk nog makkelijker dan zodat het in je inbox kan. Maar ik kom vandaag gewoon een persoonlijk probleem uitleggen. En als laatste is dit dus de duurste app die ik ooit gekocht heb. In beta. En dat komt eigenlijk omdat ik hem moet laten ontwikkelen. Dat wil ik vandaag. Daar hebben jullie vandaag de primeur voor. Deze app is nu nog in beta. En ik zou jullie willen vragen, dankjewel, om te kijken of jullie beta gebruiker willen worden van mijn app. Ja, nee, ik kreeg inderdaad de uitnodiging van Frank om hier iets te vertellen. Toen dacht ik, ja, wat zou ik eens gaan vertellen? Ik kan inderdaad, ik geef zelf trainingen in slimmer werken voor studenten, maar als ik een beetje naar dit publiek kijk, dan is het niet helemaal geschikt daarvoor. Ik dacht van, hey, ik heb nog ergens een video op YouTube staan met 8000 views. Dus dat, nou, laten we dat maar gaan doen dan. Dat gaat inderdaad over veters strikken. En verder heb ik inmiddels ook al iets geleerd over shirts oprollen. Shirts vouwen. Dus dat wou ik ook graag vertellen. Nou, ik doe het even zonder slides. Maar dat geeft niet. Met deze shortcut kun je Alfred lanceren. Je typt in trein. In dit geval is de kortste mogelijkheid je vertrekstation, je aankomststation en de tijd dat je ongeveer wilt vertrekken. Mensen die professioneel events organiseren, dat al heel lang doen, een event helemaal dicht timmeren. En alles zo vastzetten dat uiteindelijk op de dag zelf of tijdens het organiseren geen verandering meer mogelijk is. Maar allereerst, Mathieu, the floor is yours. Ja. Dankjewel. Ik hoop dat ik een beetje te verstaan ben. Ik ben een beetje schor. Ik werk bij A-coaching. Wij werken samen regelmatig met World of Minds. Wij geven trainingen in anders werken, slimmer werken. We gebruiken een mindmapping voor. Dat kan het papier, kan het software, time management. Daar doen we ook voor alles in. Wie herkent dit plaatje? Handen omhoog. Vergadering. Wie heeft er trouwens vergaderingen? Er zijn inderdaad veel mensen die met minder energie uit de vergadering komen als dat ze erin gaan. Het is vaak niet zo van, yes, ik heb lekker vergaderd. Dat was een goede vergadering. Het gebeurt vaak niet. Je ziet er ook dossiers. Er wordt heel veel ingegaan op de inhoud. En wij doen dat ook met ons team. Wij deden dat ook. We doen het wel steeds minder. En ik hoorde eigenlijk een mooie PowerPoint maken. Ik denk, ik ga een goede presentatie geven. Maar ik ben een beetje lui geweest. Ik denk, ik ga gewoon laten zien hoe het werkt. Het overtuigt meer. En misschien heb je dat wel aan. Misschien heb je er iets, niks aan. Als je het hebt over sociale media, is het wat mij betreft gaat het eigenlijk om brugbouwen. Brugbouwen tussen doelgroepen. En vervolgens ook aangaan van dialoog en interactie met diezelfde doelgroep en met die mensen. Ik wil het graag met jullie hebben over het personal dashboard. Geïnspireerd door dingen die al eerder gezegd zijn door Niels en Ellen, maar ook Ralf, niet je hersens de hele tijd moeten gebruiken. Maar ook wel om te kijken van hoe kunnen we nou al die mooie tips die op lifehacking staan, hoe zou je die nou slim kunnen combineren? Oké, nou, jullie hebben natuurlijk weer heel veel interessante dingen gehoord. En misschien ook weer zelf ideeën gekregen. Dus we willen een laatste rondje gebruiken om... ga nog even met wat mensen bij de plastic vellen staan. Kijk wat je daar nog op kwijt kan. Pak een filstift, schrijf het erbij. En dan gaan we ze even allemaal om het beamerscherm hangen. En dan gaat Alexis ons helpen om dat in één mindmap te zetten, zodat we die naar iedereen toe kunnen sturen. Oké? Succes!